kijken. Waar ben ik? Hoe donker hier? Tijd voor de Secret Gamer. Oh, daar staat u al. Ja, spannend? Ja, zeker. Ja, vind ik. Nu even niet. Oh, nog één. Nee, u bent even 2 weken te vroeg, mag ik hopen, hoor. Want, hè? Oh, wacht, jullie zijn met z'n tweeën. Jazeker. Oh, met z'n tweeën. Dat was zo moeilijk. Nou, dan ga ik er even, wist ik niet, een controller bij leggen. Tot straks. Oh, dat was dubbel zo moeilijk voor de jongens. In de Secret Gamer nemen 2 jonge gamers het op tegen een vermomde bekende Nederlander. Winnen ze een game, dan krijgen ze een hint naar de identiteit van de Secret Gamer. Weten ze na 4 challenges wie het is, dan winnen ze de gamecheck. En de 2 kandidaten die het opnemen tegen de Secret Gamer zijn... Stef. En Lucas. En Stef, stel je even voor wie je bent. Nou, ik ben Stef, ik ben 11 jaar oud en ik doe ijshockey bij de Zoetermeer Panthers. Zo is het. En jij? Ik ben Lucas en ik speel ook bij de Zoetermeer Panthers en ik ben ook 11 jaar oud. Zijn jullie vrienden, neven, nichten? We zijn vrienden, want we kennen elkaar van ijshockey. Ja, ah, oké. Okay. En wat is jouw lievelingsgame? Ik heb eigenlijk geen lievelingsgame, maar ik speel wel vaak GTA, Minecraft of Mario Kart. Oh ja, en jij? Ik heb ook niet echt een lievelingsgame. Ik speel heel vaak al verschillende games. Oké, okay. En wie hopen jullie dan dat een Secret Gamer is? Enzo Knol of Dylan Hages? Joost Klein. Joost Klein. Ja. Nou, ga lekker zitten en dan gaan we de Secret Gamer erbij halen. Ik ben zo spannend. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Heel goed. Mag ik een heel groot applaus voor de Secret Gamer? Goed hoor. Nee, nog één. Wat? Oh jongens, dat wordt best wel lastig. Dubbel lastig, hè? Ja. Zien jullie er ook 2 of ben ik degene die nee, 2 ik zie er ook 2. Ik zie er ook 2. Ik weet niet of het aan mij ligt. Hoeveel duo's kennen jullie eigenlijk? Enzo Knol en Milan Knol. Dat zijn broers. Aha. De Secret Gamers gaan jullie uitdagen voor een challenge. Als jullie die challenge winnen, dan krijgen jullie van de Secret Gamers een hint. Maar jullie mogen sowieso ze een vraag stellen. Dat is natuurlijk altijd wel lekker, hè? Oké. Dan gaan we eerst even kijken welk spel we gaan spelen. Het spel dat we gaan spelen is vandaag... We spelen vandaag Minecraft. Nou, kunnen jullie dat een beetje goed? Minecraft? Ja. Ja? Secret Gamers, kennen jullie een beetje Minecraft, ja? Oh, allebei. Oké. Dan wens ik jullie heel veel succes. Zet hem op, hè, mannen? Ja. In de eerste Minecraft Challenge van vandaag verstoppen de Secret Gamers een target in een gigantisch huis. Lukt het de deelnemers om dit target te vinden? Dan winnen ze. Tip van mij, zorg dat je een sterk wapen bij je hebt. Want je weet maar nooit wat je tegenkomt. Oké, je kan dit, Stef. I know you can do this. Dit is echt lastig, oprecht. We hebben ook niet lange tijd. Oké, bro, je moet eventjes een... Oké, ik snap wat je wilt. Hoe zit dit huis in elkaar? Wie heeft het huis gebouwd? Dat is geen goede plek. Dat is geen goede plek. Hey. Sorry hoor. Even technische storing. Dat duurt lang. Ja. Nou, hè, ze hadden we moeten vinden. Nu is het afwachten. Beginnen we beneden? Ik voelde dat ik wat mensen kon afmaken hier. Dat vinden wij wel al te leuk. Kijk uit. Zorg dat ze je niet doden. Waar zij zijn, is het blok. Zij gaan het blok beschermen. Ik zie naar kijk eens wie daar zijn. Het doelwit is in zicht. Kijk uit! Waar is mijn zwaard? Waar is jouw zwaard? Waar is mijn zwaard? Waar komt het? Ik doe mijn best. Vechten! een beetje springen, afleiding, ja. Hallo. Ik ben mijn blote hand, hè. Mijn blote hand. Je bent aan het bukken. Niemand, ik kan helemaal niks zien. Ja, oké, hij is dat. Respawn. Ik hoop dat wij eerder dood zijn, ik zou het ook niet weten. Misschien zit hier wel iets in. Heel mooi zwaar, mooi zwaar. Kijk, er komt nu pas achter, hè. Maar we hebben er wel één. Hier zie ik niks, hè. Oh, misschien in de boom. Nee, niet de boom. Ik ga mijn zwaard weer bij de hand pakken. Dan pak je zwaard. Verder? Ja! Ik heb geen zwaard meer. Ze hebben het echt heel goed verstopt. Ja, misschien in die... Dit huis heeft ook geen logica. Als je wel een logica heeft, dat we flink in de buurt zijn. Oh, ja jongens, geen zwaard meer. Dat is wel helaas. Oei. Is niet anders. Snoepen uit het pad gaan, hè, jongens. Dat is het allerbelangrijkste. Hier kunnen we wat mee. We moeten niet te belicht maken, hè? Nee, je moet juist de belichting weghalen. Hé. Hey. Oh.
Oh, ik zie daar. Gaan we klap uitdelen? Oh. Zet sport. Ja, oh, dat is weer een. Oké, nee, pak die chest. Oh, nee, kijk eens naar rechts. Ik zag weer een naampje verschijnen. Oké, we gaan naar beneden. Zijn we hier al geweest? Als het goed is, wel. Nee, hier zijn we niet geweest. Ik weet niet wie hier al zijn geweest, maar volgens mij. Hier zo. Nee. Je kan niet. Ze waren heel erg in de buurt. We maken heel die toko donker. Ik heb een jaar voor geoefend. Voor dit moment. Ik zit nu te bedenken, ik ken nog twee andere duo's. Welke? Maxime en Sophie, toch? Kijk er achter. Ze zijn hier. Weg. Nee, ga door. Oh, waar zijn ze nou? Oh, daar. Ja. Weg. Jij blijft uit de buurt van hun. We moeten even goed kijken bij de trap. Ze zitten meestal jou te achtervolgen. Jongens, dus kijk altijd uit. Het game is voorbij. Jullie hebben helaas ze niet kunnen vinden binnen de tijd. Dus we moeten stoppen helaas. Jammer, niet erg. Maar ze hebben het jullie ook heel moeilijk gemaakt, hè? Ja. Hoe komt het dat jullie ze niet hebben kunnen vinden eigenlijk? Nou, ik ben niet heel goed met de zwaarden. Dus ja, ik ging best vaak dood ook. Dus we gaan meestal dood. En het is gewoon een hele goede plek. Ja, het is een hele goede plek, hè? Ja. Het zijn goede gamers dus waarschijnlijk. Ja. Jullie hebben gewonnen, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe lastig hebben jullie iets gemaakt eigenlijk? Ja, we hebben, wat we zeiden, jaren voorbereid, een goede techniek bedacht. En ik denk dat er veel mee te maken heeft. Het is de techniek. Waar hadden ze het blok kunnen vinden? Op de eerste verdieping. Ja. Een beetje bij de trap ergens. Ja, daar ergens. Ja. Dat betekent, rot gezegd, dat jullie geen hint krijgen. Dat is het enige. Ja. Maar jullie mogen nog wel even een vraag stellen. Denk er nog even goed over na, over de vraag. We hadden net al een naam, hè? Milan Knol en Enzo Knol. Milan Knol en Enzo Knol. Maxime en Sophie kunnen het zijn. Die zouden het ook misschien kunnen zijn. Of wat dacht u ervan, Rutger en Thomas bijvoorbeeld? Ja, die kunnen dat het zou ook nog zijn, kunnen ja. zijn. Rutger en Thomas. Hebben jullie een goede vraag? Ja, ik denk het wel. Ik denk, zijn jullie populaire YouTubers? Ja, zijn jullie populaire YouTubers? Ja. Oké, ga ik dat vragen. Dames, heren, wie dan ook. Zijn jullie populaire YouTubers, is de vraag. Wij zijn redelijk populaire YouTubers. Ja, wat is dan redelijk populair, hè? Ja. Het zijn redelijke populaire YouTubers. Waar denken we nu aan? Of Milan wie? Knol en Enzo Knol of Maxime en Sophie. Ja. Tussen die twee zitten jullie nog. Ja. Maar waarom dan... De twee dames? Omdat ze nou niet het populairste zijn van heel Nederland, maar ze zijn wel populair. Goed, nou misschien krijgen we het in bij de tweede challenge. En die tweede challenge, dat is... In de tweede challenge spelen we Minecraft Pictionary. Wie weet er zo snel mogelijk de vier woorden te raden? Een tip van mij, kleur is belangrijk. Probeer de juiste kleuren te vinden om zo snel mogelijk een herkenbaar voorwerp te bouwen. De Secret Gamers beginnen met de challenge en dit is het eerste woord. Oké. God. Lijkt. Ik ga even koffie halen, denk ik. Doe rustig aan, hoor, de tijd loopt. En ik heb nog drie kaarten. Neem je tijd, hè? Neem je tijd. Oh, dit is goed. Ja, dit is goed. Wat is dat? Sorry, maar... Zal ik, pas even, dan pak ik een ander. Dan, Ik bedoel een ander. Oké. Ja, dit is een ander woord. Tafel, kaas. Nee. Auto. Zal ik het maar zeggen, nee. Oh, wat zei je? Auto. Ja, auto is goed, is goed. Hoe dan? Hoe kon je dat raden? Goed, is goed. Kijk eens even. Oké. Ja. Ja, roep gelijk wat, want je bent er heel goed in. Dat is een gras. Dit is een schildpad. Ja, goed! Hoe is het mogelijk? tijdloop. Wat moet ik het voorstellen? Wacht, dit hoort een soort van erbij. Snap je welke kant ik probeer te gaan of niet? We zijn allemaal in de war nu. Je gooit het nu weg. Misschien deze even pakken? Ja. Ja, we pakken even een ander, jongens. Nou, het is best goed tot nu toe. Gaan we niet verder met deze? Ja, oh. Vlak. Ja. Gerrit. Ik lacht iedereen maar uit omdat iedereen wel ziet wat het is. Nee, iedereen gaat mij uitlachen. Kijk wat ik hier aan het bouwen ben. Ziet er niet uit. Een caravan. Een mond. Een mond? Nee, dit is geen mond. Een mond. Ja, het kan het zijn een mond. De tand of zo. Oh. Een tong. Nee. Is het een mond? Ja, het is een mond. Ja, het is heel goed. Er zit op 3. Maar die heb ik deze nog. Ja. We zitten nu op 6,24. Nou.
Dat gaat nu wel lukken hoor, hé. Even opdonderen bij mijn kunstwerk. Wat doet die koe daar nou tussen? Of schaap. Denk klein. Dit is een dient, hè, die dingen bij. Dan wordt het misschien toch... Ja, dat is... Nee, dat... Ja, dat is goed. Stop het, Dijk. Jullie hebben 6 minuten en 58 seconden. Onthoud dit. Ja. 4 woorden in 6 minuten 58. Ik ga naar de 2 bots. In 6.58 hebben zij 4 woorden geraden en gebouwd. En nu jullie. Dan komt de eerste. Ga je gang. Oeh, moeilijk. Een gele blokken. Weet je hier iets? Ik vind het rood. Bus of zo? Een? Bus. Een bus? Bus. Een dus? Bus. De us. Nee, er staat een schaap, denk ik. Dat is een koe. Oh, is het weer een koe? Ja, het zal een koe zijn, denk ik. Ik weet het ook niet. Nou, die is dood. Ik heb geen idee. Als jij denkt, ik wil even iets anders doen, dan doe je dat, nee, hè? Iets anders. Iets anders, oké. Okay. Deze. Oké. Okay. Die is makkelijk, hoor. Die is heel simpel. We zitten al op 2 minuten en 9 seconden. En nog niets geraden, jongens. Kom op. Toren, een portaal, een boom. Is het een boom, is het? Nou, dit gaat erop lijken. Dit gaat erop lijken. Paraplu. Een paraplu is goed. Ja, ja, het is goed. Heel goed. Ga door. Daar gaat hij. Ik heb hem nu iets laten lezen waarvan ik niet weet wat het is. Dus we zitten op 3.22, jongens. Ik heb een idee. Dat kan maar niet zijn. Ja, als dat niet is. Een poort. Een groen met zwart. Wat is groen met zwart? 4 minuten nu. Een gezicht of zo. Een creeper. Een creeper is goed. Een creeper is goed. 2. Deze maar. Had er een trinities om moeten worden. Ja. Of gewoon een creeper. Het zou nog kunnen. Want die andere is al helemaal gebouwd. Dus daar hoef je nog maar een klein beetje aan te doen. En wat is dit? Goud mij. Een munt? Nou, dat zou best eens kunnen zijn. Is het niet zo'n Mario munt of zo? Het is een munt, maar wat voor munt is het dan? Een bitcoin, euro. Een bitcoin. 1 euro. Nee, wat is dat? Het is toch een euro? Nou, maar wat is een euro dat is? Een euro dat is geld. Ja, geld. Geld is goed, geld is goed. We gaan naar de laatste, kijk eens even. Dat is die. Redden jullie het nog? Jullie zitten nu op 5,57. Jullie hebben nog kleine 2 minuten. Dat is echt heel goed. Ja. Ja, jongen, wat is dit, jongens? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Als je het nu zegt, dan hebben jullie gewonnen. Huis, een helikopterplatform. Nee, je zit helemaal op het verkeerde spoor. Spoor, een trein kan het zijn, het kan een bus zijn, het kan... Kan het misschien wel eten? Eten, pizza. Een pizza is goed! Nou, stop de tijd maar. We gaan kijken of jullie gewonnen hebben. En de tijd is 6 minuten 34. Jullie hebben hem gewonnen! Yes! Lekker hoor. Ja, heel goed gedaan. Balen. Ik kan wel van de kop slaan. Over jouw schuld. Je moest gewoon een beetje bouwen, maar goed. Ja. Ze begonnen. Ja. Niet ja. Echt overtuigend, maar wel gewonnen. Mag ik de hint van jullie? Omdat jij bent. Vooruit. Fantastisch. Oh jongens, het is een... even kijken. Ja, het is een boek. Ja, openmaken hoeft niet. Het is, dat is meer dan genoeg, denk ik. Het is een boek met een kaft. Is het misschien iets dat je op school doet, hè? Dat je een boek moet kaften, dat ze bij elkaar op school hebben gezeten? Hebben ze misschien een boek geschreven of lezen ze veel boeken? Kunnen boeken lezen, kan het zijn? Juist, boeken lezen. Maar goed, daar gaan we over goed over nadenken. De vraag. Ik denk dat het iets is met Maxime en Sophie. Okay. We kunnen vragen of het zussen zijn. Zal ik vragen of ze familie van elkaar zijn? Ja. He, dan Albert dus Enzo Knol en zijn broer. Ja. Oké. Okay. Secret Gamers, zijn jullie familie van elkaar? Nee, wij zijn geen familie van elkaar. Dan kunnen het Enzo Knol en Milo Knol niet zijn. Ik denk Maxime en Sophie. Ja. Die zijn geen familie. Welke YouTubers hebben nou een boek geschreven? Zijn het niet Thomas en... Thomas van Rutger. Die hebben toch een boek... Rick en Jesper. Hebben ook een boek geschreven? Volgens mij Maxime en Sophie. Hebben ze echt een boek geschreven? Dat weet ik niet. In ieder geval zijn het is geen familie van elkaar. Oké. Dus we gaan er een naam bij zetten. Maxime en Sophie. Maxime en Sophie. Thomas en Rutger erbij doen. Want die hebben volgens mij een boek geschreven, toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Weet jij thuis wie het is? Nou, zet het hieronder in de comments. Vergeet je niet te abonneren. En ik zie je de volgende keer. Spannend, mannen. Wie zal het zijn? Volgende keer spelen we Mario Kart. Pak hem. En we gaan zien wie er achter de masker zitten.